Beste reizigers, goedemorgen. Na een ontbijtje ben ik weer onderweg naar het vliegveld. Dat wil zeggen, naar de shuttlebus naar het vliegveld. Maar goed, same, but different, but still the same. Er gaan vandaag geen rechtstreekse vluchten naar Schiphol. Dus zou ik weer via Athene kunnen gaan bijvoorbeeld. Maar dan zou ik weer twee keer vliegen. En ik heb ervoor gekozen om naar Wenen te vliegen. En dan verder met de trein terug te gaan. Dat heeft als voordeel dat ik ook nog eventjes Wenen kan bekijken. Waar ik wel een keer 4 dagen geweest ben, maar dat was om te werken. Dus dan heb ik eigenlijk niks gezien. En ze staan binnen een kwartier op Wenen Hauptbahnhof. De laatste keer dat ik in Wenen was, was voor werk. En toen heb ik eigenlijk helemaal niets gezien. En ook geen suikertorten gegeten. Is dat? En ik heb gelukkig ook nog even tijd om naar de oude binnenstad van Wenen te kijken. Er staan heel wat mooie gebouwen, als je dat tenminste mooi vindt. Maar hun elektrisch stepje gepakt. Ik heb me een beetje in de tijd vergist. Op zoek naar de suikertorten bleek ik best wel een stukje afgedwaald te zijn. Dus nu had ik weer meer dan een half uur terug moeten lopen. En dat had ik net kunnen halen, maar nu kan ik rustig aan even kijken waar mijn trein vandaan gaat. Misschien wat te drinken of te eten meenemen voor onderweg. En dat is allemaal veel rustiger. Die moet ik hebben naar Frankfurt over München. Blijkbaar wordt in Salzburg de trein nog gesplitst. Dus moet ik even opletten. Dat blijft ook raar. HEMA in het buitenland. Hauptbahnhof. Ik heb mijn reisplannen wat gewijzigd, dus ik heb hier nu 3 uur om even wat te eten, wat te drinken en dan met 1 trein 's nachts naar Duisburg, waar oorspronkelijk 's nachts nog moest overstappen. Dan was ik ietsje sneller terug geweest, maar dat maakt natuurlijk eigenlijk niet zo heel veel uit. Nou, het blijkt nog lastiger dan gedacht om iets te eten te vinden. Al 2 tentjes die vol zaten of bijna dicht gingen. Ja, het is ook al 9 uur geweest. Maar goed, ik zoek vrolijk even verder.
klein ritje nog binnen München. En hoewel dit natuurlijk gewoon een soort van tram of metro is, valt het onder de Deutsche Bahn, dus is het gratis voor de interrail. De prachtige Marienplatz in München. Was vroeger 's avonds altijd prachtig verlicht. Maar ja, nu dus niet meer. Nou, het is net 11 uur en er gaat hier nog wat licht uit. Ik denk dat het een teken is dat we er een eind aan moeten breien. Jullie bedankt voor het kijken. Hashtag Kohlrabi, elke dag vers. Om 5:05. Als het lukt. En tot morgen. En dan gaan we terug naar... house.